Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services, Forsys Shipping & Forwarding, Yordex Shipping & Forwarding en Brasserie de Rotterdammer. Feyenoord op weg naar een vaste derde plaats of naar een moeizaam einde van de competitie, Jan Dirk? Ik denk moeizaam op weg naar plek 3. Dit is FC Rijnmond. Hartelijk welkom, fijn dat je bent. Geldt ook voor vriend en collega Jan Dirk Stouten en voor voormalig international Jan Eversen. Uitgerekend op de dag dat Lionel Messi voor Barcelona zijn 32e hattrick maakt. Ja, dat zijn er wel veel, hè? Mitchell tevreden maakte er ook weer 2. Nou, dat is voor die jongen toch hartstikke leuk. In het begin heeft hij gespeeld, is gepasseerd, kan zien gekomen. Hij speelt nauwelijks, mocht af en toe wel eens invallen, weet je. Dan gingen ze 4-4-2 spelen of 4-2-4. En daar kreeg hij altijd een hoop kritiek. Maar vandaag scoorde hij gewoon 2 prima goals. 1 voorzetje van de rechterkant en het was gelijk raak. Ja, de eerste assist van Boetius sinds maart 2014. Dat is wel een statistiek die je denken geeft. Maar bij Boetius zag je gelukkig weer af en toe dat oude wedstrijd terug. Bal aan een touwtje, viel lekker in. Dat was de 2-0. Uiteindelijk werd het 3-0 voor Feyenoord. Dat met Boetius en Vilena op de bank begon. En dan denk ik, ja, dan komt het moment dat ze dat contract echt niet gaan verlengen, steeds dichterbij. Ja, dat blijf jij vinden. En meer mensen zeggen dat. Maar ja, het hoort bij een profvoetballoopbaan dat je af en toe wel speelt, af en toe niet speelt. En daar doet dit volgens mij helemaal niets aan af. Maar je hoeft ze niet naar de mond te praten. Maar je moet voetballers toch op een of andere manier het idee geven dat je van ze houdt, dat ze erbij horen, dat ze een kans maken. Nou ja, ik denk dat Boetius heel veel vertrouwen heeft gehad. Hij werd alleen wel eens snel gewisseld, vond ik. Weet je, dan. En dat was wel eens na een uur of na 50 minuten of in de rust. Maar je kan een speler natuurlijk niet onbeperkt krediet geven. Ze moeten ook wat laten zien. En ik zat vanmiddag, ik schrok me eigenlijk rot toen ik dat beeld van Feyenoord zag. Jan Dirk geeft al aan. 24 wedstrijden, 1 assist. Ja, dat is voor een linksback al weinig. Laat staan voor een buitenspeler. Is hij uiteindelijk goed genoeg om een vaste waarde in Feyenoord 1 te worden? Als je afgaat op de wedstrijden, op de goede wedstrijden die gespeeld heeft. Hè? Ajax, PSV toen, hè? Dat vond ik hem echt de beste man van het veld. En dan denk je, nou, dat gaat een grote speler worden. En daarna is het, ja, niet echt door. Het blijft ergens hangen. Waarom, weet ik niet. Hè? Want je werkt niet met zo'n jongen, dus dat weet je niet. Maar in potentie heeft hij gewoon enorm veel kwaliteit. Alleen het moet er ook uitkomen. Bij goede spelers komt het eruit. En bij hem nog niet. Het is te hopen dat het eruit komt. Feyenoord won, dus NAC verloor. Daar kon Dordt, dat zelf ook verloor bij Groningen, niet van profiteren. Maar dat NAC, dat is natuurlijk niks beter dan Dordrecht. Nee, ik zat in de eerste helft te kijken. Ze hadden even een kwartiertje in de tweede helft. Dan moeten ze iets gaan doen. En toen was Feyenoord slordig. En dat hadden ze ook 1-1 kunnen maken. Maar de eerste helft zag te kijken naar 11 man. Ja, ik had niet het idee dat ze wisten van elkaar wat ze nou gingen doen. Ja, er werd een in zijn voeten aangespeeld, maar die was al onderweg voor een diepebal. Ja, ik had niet het idee dat ze kwamen zelfs voor een punt. Ik denk, nou, schade beperken. Hoewel er een moment was dat je op die gelijkmaker zat te wachten. Ja, wat Jan zegt, hè, begin van de tweede helft. Toen was Feyenoord erg slordig in de opbouw. Raakten ze bijna elke bal kwijt. Was het even helemaal weg met Feyenoord. Toen had NAC wel kans op de gelijkmaker. De reacties na afloop te beginnen met een hele leuke vraag van Jan Dirk. Vind je dat de Berlijnse muur op passende wijze gesloopt is vanmiddag? Ja, ik had het wel leuker gevonden als de uitslag wat hoger was uitgevallen, ja. Dat absoluut. We maken 1-0 en daarna krijgen we even een fase. En dan wordt het allemaal wat moeilijker, want de 2-0 blijft een beetje uit. En de kansen hadden we wel, Elvis onder andere. Nou, en dan na rust had ik het gevoel dat de wedstrijd een beetje dood viel. Dan breng je 2 wissels. Ja, en dan is dat mooi te zien dat die beide spelers goed reageren. En dan na 2-0 is de wedstrijd eigenlijk gelopen, denk ik. Ga jij deze zondag ooit nog vergeten? Nee, zeker niet. Een mooi moment voor mij, mijn debuut. Hoe spannend was het? Ja, toen ik Lucas op de grond zag liggen, dacht ik wel even van... Een mooi moment, een beetje zenuwachtig, maar toen ik eenmaal in het veld was, toen was het helemaal weg. Calvin is een heel brutale, in positieve zin, hè, een hele brutale jongen van Vakenoord, zoals Rick Karsdorp dat ook is. Ja, daar kan ik daar wel van genieten, die brutaliteit. En dan kijk ik ze in de ogen, dan zit er toch wel een klein beetje
Er zitten toch wel een bepaalde mate van zenuwen zitten daarin. Ja. En dat vind ik wel mooi om dan te zien. En als ze dan zo mee kunnen hobbelen, dan vind ik dat is alleen maar goed voor de club en goed voor die jongen. Ja, zeker. Ik ken die jongens wat heel mijn leven. Ze zijn samen opgegroeid. Dus ik ben heel blij voor hem. En, ik zie hem eigenlijk als mijn kleine broertje. En ik ben heel blij voor hem dat hij vandaag zijn debuut heeft mogen. Nu op een notie in de Kuip. Kelvin en Elvis. Ja, zo kun je het wel zeggen. We zijn samen bij dezelfde amateurclub begonnen. Ja. We wonen in dezelfde wijk en we kennen elkaar gewoon heel goed. Dus ik heb hem gisteravond ook nog een paar dingen verteld. En ik ben blij van dat hij zijn debuut heeft mogen maken. Wat heb je gezegd dan tegen hem? Ja, dat hij niet zenuwachtig moest zijn. Dat hij na het eerste balcontact zich wel vrij zou voelen. En dat is gebeurd. Leuk zeg. Hoe oud was jij toen je debuteerde in de Kuip? 19 geloof ik. Herken je dat? Dat brutale en dat zenuwachtige? Want je die Ja, je bent altijd gespannen. Nerveus is nooit goed. Je bent wel gespannen. Maar je had toen, dat is het grote verschil met toen en nu is. Ik liep in een elftal, ik denk dat er gemiddeld 28, 29 jaar was. En er liepen heel veel ervaren spelers, Jansen, Vanaghem, Snijden, Rijsbergen, ja. En daar ben je mee aan de hand meegenomen. En die voetbalden ook heel makkelijk, dus je ging vanzelf mee. Ja, die Verdonk eindigde in een verdediging van gemiddeld 19,5 jaar oud. Ja, nou, dat bedoel met ik. Met Karsdorp, Congolo en Van Beek naast. Ja. Ongelooflijk. Heb je al iets aan Verdonk kunnen zien in die paar minuten? Nee, te kort vind ik. In een kwartier kan je niet zo heel veel zien en dan staat hij op een plek wat niet zijn plek was. Hij is centrale verdediger. Ik vind hem wel wat klein voor centrale verdediger, als ik eerlijk ben. Maar je hebt natuurlijk met Congolo en Van Beek heb je gewoon twee goede stralen voor deze op dit moment. Dus daar zal hij niet heel snel tussen komen. Doellijntechnologie, JD. Ja, en voor Pieter Vink en voor deze wedstrijd gelijk heel belangrijk. Ja. En Manu schiet in 1 minuut een bal op de lat, stuitte terug. Ja. Weer op de lat, niet over de lijn. En bij de goal van Immers hadden we echt die doellijntechnologie nodig om te zien dat het wel een goal was. Daarna Manu niet meer gezien overigens, na dat spectaculaire begin. Niet Manu? Ja. Ja, maar dat is... Kijk... Je vergelijkt altijd Manu met Boetjes, want dat zijn eigenlijk concurrenten van elkaar. Boetjes is een stylist, dat is een potentieel groot talent. Manu is opportunisme. Die maakt een actie, die ziet niks meer om zich heen. Dat is wel eens jammer. Hè? En die loopt er twee voorbij. Hè? Vanmiddag ook. Liet hij hem ook over de achterlijn. Hij liet er twee voorbij. Ik dacht even dat Ben Johnson aan die zijde probeerde te voetballen, weet je wel. En dan komt hij en loopt hij over de achterlijn. Dan krijgt hij een zwiepen van die bek. Dan ligt hij daar, geloof ik, een seconde of 20. En dan is hij doodmoe. Maar dan denk ik, misschien had je onderweg even moeten kijken. Had je misschien naar een medespeler kunnen spelen. En dat is een beetje met Manu. Hij is zo sterk als een paard. Hij is snel. Maar hij mist toch een beetje dit. Weet je, een beetje gochme als buitenspeler. Zou hij dat hebben, is het heel vervelend om tegen hem te spelen, denk ik. Afgelopen zomer heeft Martin van Geel van heel veel mensen het verwijt gehad dat hij te laat handelde op de transfermarkt. Nu, met de mededeling dat hij komt van Kuit inderdaad bijna rond is, lijkt hij volop te anticiperen. Ja, en hij is in Glasgow geweest om over Guidetti te praten. Guidetti, die we zelf ook gesproken hebben, zegt daarover... Ik heb Van Geel niet zelf gesproken, maar je gaat niet voor niets naar Glasgow, volgens mij. Ja, Van Geel is nu volop bezig om die selectie nu al sterker te maken. En Kuit, dat heb je al eerder gezegd, die komt gewoon, hè? Ja, is door Gudde bewust of onbewust vrijdag bevestigd bij de collega's van BNN Nieuwsradio. Toen zei je, hou de website maar in de gaten, maken we binnenkort bekend. Dus Kuit, dat is rond. Hebben we van de week natuurlijk wel aan John Guidetti gevraagd. Stel je voor dat Kuit nou komt, is er dan eigenlijk nog wel plaats voor jou? I don't know, he plays on the wing, no? Sometimes he plays as a right back. He plays everywhere, so... If you can make space for him, hopefully we can make space for Jonas. No, I don't know. It's a great signing. You know, if he comes back, that would be great. You know, he's a true Feyenoord legend. You know, he's the next level. So, that would be a great signing for them. And he still performs at a very high level and he can do the job at any position. And I think he's the only player in the World Cup that played like 4 positions or something like that. It's crazy. But he does it so well wherever he plays. So, truly good. Yeah, but there should be space for you next to him. I hope. I don't know. You know, as I said, you can't predict the future. But if I go there, then it's to play. Of course, everywhere I go, I want to play. Playing football is the most important. Hey, en ik heb hem. Nummer 9 van Celtic, John Guidetti. Hij is getekend en we gaan dit shirt weggeven. Moet je morgen naar Sportclub Rijnmond kijken op TV Rijnmond om 17:30. En dan leggen we je precies uit hoe dat moet. Ga je ook op... Oh shit. Ja, hè? Geweldig. Ja, Celtic is heel mooi. Echt zijn we trots op. Zou het een goede zaak zijn als Feyenoord Guidetti en Kuit zou halen? Ja, tuurlijk.
Dat is toch een andere kwaliteit dan wat nu voorin loopt, als ik heel eerlijk in de spits. Kuyt, ja, als we op zijn 55ste loopt hij nog, denk ik, 14 kilometer in de wedstrijd. Ja, nee, dat is ook zo. Die moet je echt die batterijen eruit halen en dan stopt hij met lopen. En dat is een routinier. Het is een enorme positieveling. Hè? En voor die jonge gasten is dat natuurlijk een voorbeeld. Hè? Die heeft nogal wat gepresteerd. Nou, en aan de zijkant speelt hij eigenlijk al jaren bij het Nederlands elftal. Dus ja. Dat is een Quidetti is geen zijkantspeler. Maar de kan dat wel. Die kon hij er binnen. Dan kunnen ze een beetje switchen. En Quidetti, ja, als hij het niveau weer haalt van zeg maar de eerste periode Feyenoord. Ik geloof die 23 goals maakt. Maar hij is nu geen basisspeler bij Celtic. In die zwakke Schotse competitie. Zegt dat nog iets? Ja, ze zijn bij Celtic niet helemaal tevreden over zijn gedrag in de pers. Weet je, hij flirt openlijk met een club als Feyenoord. Ja. En dan zeggen zij, is Feyenoord dan groter dan Celtic? En ja, dat is ook realiteit, want Celtic ja. speelt ook Champions League ieder jaar. Ja, maar dan denk ik, als hij er gewoon 30 in zou schieten in een seizoen, dan speelt hij gewoon elke wedstrijd hoeveel hij ook. Ja, maar het heeft ook te maken met hoe hij... Hij heeft ook een periode minder gespeeld, hè. Hij scoorde in het begin aan de lopende band, daarna niet meer. Want ik zit er alles een beetje te googelen, weet je wel, zo. En dat... En dan zie je ook wel eens dat die Skrepovic ineens gaan spelen, die ze wel eens erin schiet. Maar het ligt denk ik ook wel aan de manier waarop hij nu zeg maar in de pers bezig is. Dat, hij wil dolgraag naar Feyenoord en daar heeft hij natuurlijk zijn beste periode gehad. Moet Feyenoord zijn best doen om Wilshere te houden? Nee, ik denk als je... Kijk, je Boele Roesel was ook wel afscheid van nemen. Ik ga niet op de stoel van Van Geel zitten, maar dat ga ik wel vanuit, weet je wel. Is wel een routinier, maar is wel blessuregevoelig. Ik denk dat... Wat Wilshere laat zien, dat kan denk ik in de toekomst Karsdorp ook wel. Opmerkelijk bericht van Wayne Haan, die bij Feyenoord onder contract staat als doelman. Keept bij PEC Zwolle, behoorlijk succesvol. Hè, en zegt, kruipt eigenlijk helemaal niet zo'n ramp vinden om volgend jaar weer bij Feyenoord op de bank te zitten. Ja, terwijl je dan toch Vermeer voor je hebt en je ook weet dat je maar niet aan de bak komt tenzij hij geblesseerd raakt. Je zou denken dat zo'n jongen dan liever in de subtop bij een Nederlandse club speelt. Ja, het wordt nog interessant. Want ook de keeper van Willem II, Lamproe, kan teruggehaald worden. Er staat een clausule in zijn contract. Maar die wil liever gewoon blijven keeper. Ja, maar ik had dat bij Haan ook wel verwacht. Dat is voor mij veel beter voor zijn ontwikkeling. Zijn Jean-Paul van Gastel en Giovanni van Bronckhorst nog steeds de nummer 1 kandidaten voor Martin van Geel voor de opvolging van Fred Rutte? Ja, volgens mij wel. Maar ik heb vandaag wat mensen gesproken. Ze zijn nog niet officieel benaderd. Er is nog geen officieel gesprek geweest in samenwerking of in samenspraak met hun zakenwaarnemer Guido Albers. Dat gesprek is er niet geweest. Kun je enerzijds zeggen, ja, Feyenoord neemt in alle tijd, alle rust om te kijken wie nou die opvolgers moeten worden. Je kunt ook zeggen, ja, als je nou een tijdje weet, ga dan met die jongens je praten. Je weet het vanaf 12 februari. Het zijn mannen die je al heel lang in dienst hebt. Die je van haver tot gort kent. Dan kan je toch in die weken die ertussen hebben gelegen, als je heel graag wil, toch makkelijk tot overeenstemming komen. Maar ik zeg ook met nadruk, er is nog geen officieel gesprek geweest. Guido Albers wil vandaag niet zeggen of ze informeel gepolst zijn door Rutte. Logischer zou zijn dat Feyenoord dan toch bezig is om te kijken of er andere mogelijkheden zijn bij meer ervaren trainers. Ja, nou ja, dan kom je op de bekende namen die links en rechts al genoemd worden. Die Peter Maas, die Belg, wordt alweer een tijdje genoemd. Vandaag komt ineens vanavond nog een gek bericht op Twitter door Gerard Zomer. Ken je die trouwens, Jan? Wie is dat, Gerard Zomer? Een oud-technisch directeur of zo? Gerard Zomer is oud-technisch directeur Go-Ahead Eagles en een oud-speler van Go-Ahead Eagles. Die zegt nu dat Fouke Boy de ervaren assistent wordt van Van Gastel in de Kuip. Ja, zo gaan er allerlei verhalen. Ook vaak onwaar natuurlijk. Maar zo zal je bij een club als Feyenoord, ook Ajax, PSV, altijd het geruchtencircuit. Misschien is Gerard Zomer wel de zaakwaarnemer van Fouke Boy. Het kan zo ook kunnen. Ja. Wat vind jij, Jan, Van Gastel of Van Bronckhorst? Je moet kijken wat de vrij is in Nederland. En ik zie op dit moment geen trainer in Nederland die eventueel vrij is of eventueel zou kunnen doen. Die in mijn ogen meer eruit zou kunnen halen dan Van Gastel en Bronckhorst. Dus advocaat ook niet, bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet of Dirk daar nog zin in heeft, joh. Weet je wel, misschien, ja, Feyenoord heeft er nog niet gezeten. Dat vindt hij misschien wel leuk. Ik weet het niet. Ik weet niet of hij dat nog op kan brengen. Ik denk dat hij liever bij een nationaal elftal zit. En eens in de 4 weken eens een keertje daar binnen lopen en zo. Stel je voor dat ze het wel worden. Is dan de constructie met een ervaren man erbij een belangrijke toevoeging? Ja, dat is nou ineens modern, hè. Omdat Henny Spijkerman erbij bij Ajax bij zit. En met Henny schrijft daar, zeg maar, trainingsschema's. Ja. En vooral de conditionele schema's. Maar ik denk niet dat Henny op de bank zegt, hey Frank, zijn we die niet eens een keer wisselen? Want dat is niks vandaag. Geloof ik niks van. Ga ik je een paar namen noemen? Wim Jansen.
Ja, dat zou een uitermate geschikte kandidaat zijn. Maar ik denk dat Wim dat niet gaat doen. Wim van Hanegem. Ja, hetzelfde laken en pak. Wim is natuurlijk een enorme ervaren trainer met een enorme kijk op voetbal. Maar ja, die zou dat misschien wel willen, denk ik. En ik zou dat wel toejuichen, zo iemand. Zou de directie daar wel toe bereid zijn in die constructie? Volgens mij kun je daar alleen maar nee op zeggen. Wim Rijsbergen dan, iets jonger. Ja, Wim, ik ken Wim heel goed, hij is een goede vriend. En vind ik een fantastische vent. Die is recht door zee, weet je wel. Die zegt gewoon wat hij denkt. En ik denk dat hij op de achtergrond ook prima werk zou kunnen verrichten daar. Maar er zijn heel veel oudere trainers die dat zouden kunnen doen, weet je wel zo. Want ik denk dat het belangrijk is dat er een soort baken van rust is bij zo. Want Feyenoord is natuurlijk een hele onrustige club. Ja. Want zelfs als je twee jongens van de club hebt wat ze zijn, hè, zeker Van Bronckhorst natuurlijk, die heeft er zo groot al gevoetbald. Ja, als het niet goed gaat, zelfs dan krijgen ze een probleem. En dan moeten ze ergens op terug kunnen vallen. Jan Eversen? Nou, dat is veruit de beste kandidaat. Nou, even een geintje hoor, want voordat iedereen er serieus over gaat denken. Nee, geen sprake van? Nee. Johnny Medgod? Zou ook kunnen. Ja, dat zou ook kunnen. Maar John heeft natuurlijk als trainer niet zo heel veel ervaring. Als hoofdtrainer niet. Nee. Een jaartje Excelsior. Ja. Was niet zo heel gelukkig jaar, weet je wel. Nee, heel slecht jaar zelfs. Hè, dat is, wat belangrijk is ook, dat als je er iemand naast zet, moeten Van Gastel en Van Bronckhorst daar vertrouwen in hebben. Dat er echt iemand naast zit waar ze iets nog van kunnen leren, weet je wel. Die ze ook stuurt, die ze helpt. Helpt, hè, is het beste woord. Sturen misschien niet. Over vertrouwen gesproken. Je moet natuurlijk ook het gevoel hebben, als je in zo'n klus stapt, dat je zelf het vertrouwen geniet van de directie van Feyenoord. Elke dag dat het langer duurt, kan ik me voorstellen dat Van Gastel zelf gaat twijfelen. Ja, maar wat volgens mij ook speelt, is dat Van Gastel sowieso wel twijfelt. Hè? Want hoofdtrainer worden in de Kuip betekent ook dat je clubicoon kunt zijn. De laatste aanvoerder die kampioen werd, betekent ook dat je een enorm afbreukrisico gaat pakken. Hè? Je kunt ook gewoon de ambitie hebben. Is helemaal niets mis mee, vind ik, om 10 jaar cultuurbewaker en een prima assistent te zijn. Van Gastel hinkt volgens mij wel op twee gedachten. Fred Rutte verwijt Feyenoord een gebrek aan lef. En dan denk ik, hoe kan jij dat nou zeggen? De trainer die steeds zijn comfort heeft gezocht in veiligheid, in voorzichtigheid. Eindeloos ja, rondspelen achterin. Wij weten natuurlijk niet alle ins en outs, hè, wat er gebeurd is. Hè, dat, kijk, hij zal in de winterstop, had hij wat stappen willen maken. Ja. En toen heeft hij, als het goed is, want ik lees het ook in de krant, heeft hij die naam van Sharon Cherry laten vallen. Weer een middenvelder gehaald, waar de al gedoe is in de Kuip. En dan zeg ik ook, de vinger leuke speler, maar is hij dan de man die Feyenoord naar een hoger plan tilt? En ik denk van niet. Dat is een leuke speler. Ik ken hem uit de beloftes. Daar ken ik Vettem ook. Uit de beloftes bij Twente. Maar ik denk niet dat hij beter is dan wat je al hebt lopen op middenveld. En dan is dat niet. Kijk, je kan zeggen, ja, we moeten. Laten we Savi als routinier binnenhalen. Ja, die komt niet. Maar dat is dus duidelijk een meerwaarde. En wat er verder in Nederland loopt, buiten Ajax en PSV, dat is geen meerwaarde. En dan denk je dat je gewoon moet doen met de jongens die je hebt. En daar alles uithalen. En ja, dat is niet gebeurd. Misschien vertaalt hij dat als een gebrek aan vertrouwen. Dat kan, hè. Dat hij denkt, ja, ze vertrouwen zeker niet, maar ik kijk op voetbal. Maar dat heeft die contractverlenging heeft veel te lang geduurd, joh. En daarvoor moeten ze nu. Dat moet weer geen 4 maanden duren. Maar hoe netjes is het nou om als trainer die de kans heeft gekregen om bij deze grote club te trainen, Van Geel af te rekenen op een volstrekt logische beslissing door te zeggen, ik ga Sherry nu niet halen. Ja, te meer vind ik, omdat de aankopen die dan op gezag van Rutte zijn gekomen zeker ook niet allemaal geslaagd zijn. Kijk, allemaal die buitenkijf functioneert uitstekend. Maar als je naar een speler als Wilksje kijkt, blijkt nu dat je met Karsdorp een prima alternatief in eigen huis hebt. Nou, zie zo'n Woudenberg een aantal keren spelen. En vandaag die Kelvin Verdonk er weer bij. Geeft die jongens lekker de voorkeur. Ga op dat blij door. Zie wat er bij Twente gebeurt. De uitlatingen van Abu Taleb over Feyenoord. Begonnen bij ons toen Abu Taleb zei, er is een machtsvraag, een machtskwestie, geen machtsstrijd. Er is een machtsvraag over de invloed van supporters binnen de Raad van Commissarissen. Dat is een feit. Ja. Toen heeft Erik Gudde daar bij jou op gereageerd. Ik heb nog nooit zo boos gezien. Zichtbaar boos. Echt heel boos. Hoor. En oprecht. Ja. En daar hebben de supporters weer op gereageerd. Ja, in eerste instantie Ron Smit, ook bij Radio Rijnmond. Die zei, die ging 100% achter Gudde staan. Die zei, ja, ik vind een machtsstrijd ook overdreven. En er wordt wel degelijk overlegd met ons.
Ja, maar vervolgens op de website zegt de FSV weer andere dingen. Dat Abu Talib wel degelijk een kern raakt in deze kwestie. En vervolgens is Abu Talib er weer overheen gegaan. Hele opmerkelijke kwestie. Daar wordt ook best veel over gepraat in de Kuip. Van waarom bemoeit Abu Talib zich met deze kwestie? Wat betekent dit voor de positie van Gudde op de langere termijn? Het lijkt me niet goed als je een groot besluit over een stadion moet nemen, dat je als burgemeester van deze stad overhoop ligt met de algemeen directeur. En waarom zou hij het doen? Hij heeft altijd afstand gehouden in alle kwesties rondom Feyenoord. Daar heb jij hier wel eens kritiek op gehad. Ja. En nu zegt hij zelfs, ik aarzel om me ermee te bemoeien, hoewel de gemeenteraad dat eigenlijk wel van mij vraagt. Ja, maar dit is heel, heel erg opmerkelijk. Hè? En ook de gevolgen voor het stadion, zei ik al. Het is een openbare orde kwestie. Toch? Daar is Abu Talib verantwoordelijk voor. Ja, dus in die zin kan ik het me wel voorstellen. Wat is dat de supporters al anderhalf jaar recht hebben op een plek in de Raad van Commissarissen. We hebben zelf ook met Vrienden van Sluis en Hans van Wat gezeten. Dat heeft Gudde overigens genuanceerd. Hè? Ja. Maar er is afgesproken dat er een commissaris in de Raad van Commissarissen van de club komt met supporterszaken in zijn portefeuille. En dat de supporters daar een kandidaat voor mogen voordragen. Ja, en volgens mij kweek je bij alle beslissingen heel veel meer begrip bij je achterban als je die positie gewoon snel invult. Ik snap niet waarom dat zo lang moet duren. En ben je daar nog achter gekomen waarom Gudde dat dan, niet alleen Erik Gudde, maar waarom dat dan wordt tegengehouden? Geen idee, weet ik echt niet. Ik heb het daar Gudde op aangesproken van de week. Wat ik al zei, was furieus over de uitlating van Abu Talib. Ik denk dan, ga als twee volwassen mannen een keertje bij elkaar zitten en praat dit uit. Maar blijkbaar kan dat niet. Ajax tegen Excelsior, dan werd helaas in de arena vanmiddag 1-0. De vraag is natuurlijk, wat maakte dan het verschil? En dat legt Marinus Dijkhuizen uit. In dan toch kwaliteit. We stonden geweldig defensief. Echt super gedisciplineerd. Zonder veel overtredingen, zonder gele kaarten te pakken. Ja, wat we wel vaker zien van mijn ploeg. Echt top. Verdedigend, aan de bal, matig, slordig, gehaast. We kwamen er moeizaam uit, dus dat vond ik het minpuntje. Maar ja, het overheerst toch wel dat je Ajax zo moeilijk kan maken. Dat ze eigenlijk pas na een uur echt de allergrootste kans kregen. Via Veergeven een afslagen cornerbal die tweede paal valt. Dat was natuurlijk een 1-op-1 kans. Ja, voor de rest had ik niet zo gauw het gevoel dat ze een doelpunt gingen maken. Al weet je wel met hun kwaliteit dat zo'n doelpunt kan vallen natuurlijk. Ja. Je wachtte er eigenlijk ook een beetje op het moment dat Ajax eigenlijk tegen bleef vallen. Dat jullie ook wat meer zouden komen. Hè? Hebben jullie voldoende in dat opzicht kunnen brengen in jouw ogen? Nee, vind ik niet. Dat gevoel kregen we inderdaad na een uur, 5-6 minuten, zeiden we elkaar op de bank van nou, ze krijgen steeds meer moeite. Ze gaan wisselen, nou, eigenlijk vergelijkbaar met thuis. Thuis waren we beter aan de bal, vond ik, hebben we veel meer gecreëerd. Daar vond ik ons vooral slordig in, dus dat is het minpunt van vandaag, ja. Ze speelden natuurlijk tegelijkertijd met Feyenoord, Jan, wat heb je ervan gezien? Nou, ik heb 10 minuten zitten kijken. Feyenoord, dat was op een gegeven moment 3-0. En ja, dan denk je, er was niet zoveel meer aan, weet je wel. Ik denk, die wedstrijd is gespeeld. Het was nog 0-0 bij Ajax. En 10 minuten zitten kijken. Nou, ik vond dat Ajax dramatisch spelen, joh. En tot mijn grote verbazing. Ik zag die Boilers gelopen, maar ik dacht dat hij een rouwband om had, weet je wel. En dat bleek een. Ja, nee. En toen zag ik dat de rest dat niet had. Maar dat was de aanvoerdersband. En dan denk ik, hoe kan je Boilers een aanvoerder maken? Enorme slampjanus en 3/4 jaar geblesseerd. Daar begreep ik dus niks van, weet je wel. Maar ook het voetbal. Nou, het was slecht. Excelsior bleef met 2 vingers in de neus overeind. Dus ik denk na 10 minuten, nou, dat blijft 0-0. Ik weer terug naar Feyenoord. En toen maakte net El Ghazi, geloof ik, die kopte een bal in. Ja. Ja. Was eigenlijk precies hetzelfde scenario als in de thuiswedstrijd van Excelsior tegen Ajax. Ja, toen volgens mij in de 83ste, nu in de 82ste minuut. Ja. Vandaag mist Bovenberg in de arena nog echt een geweldige kans. Ja, jammer dat ze niet tot het eind hebben kunnen volhouden. Maar wel weer knap gedaan toch, al met al. Rob Jacobs was hier verleden week op die stoel. Heel lovend over Bas Kuipers, de linkervleugelverdediger van Excelsior. Ja, staat onder contract bij Ajax. Ja. Kan je dat volgen? Nou ja, ik zie Boilers lopen. En dan denk ik, nou, daar zal die Kuipers toch wel weer snel volgend jaar daar spelen. Goeie speler. In het begin werd hij 1 keer door die Lukoki tegen Zwolle werd hij zo makkelijk weggelopen. Weet je, die 0-6 of zo was dat, 0-5, 5-1 of zoiets. En toen dacht ik, hey, hij mist wat snelheid. Maar ik heb hem dan aangezien. Goeie speler. Ja. Vind ik een goede back. Jacob Saar is beter dan Nelom. Ja, dat denk ik ook, ja. Jacob Saar ook, Woudenberg is beter dan Nelom. Die heb ik te weinig gezien. Hè, vanmiddag dan. En vind ik geen slechte speler. Ik heb hem wel bij Excelsior een paar keer gezien. Maar te weinig om echt. Kijk, Nelom heb ik zo vaak gezien. Daar heb ik wel een idee van. Weet je wel zo. Maar de rest nog niet. Maar Woudenberg zou op termijn wat beter kunnen worden. Nou is dat niet zo heel moeilijk, want ik ben Nederland nooit zo kapot van geweest.
Gaat hij het redden, Nylon? Wat? Bij Feyenoord? Ja, voorlopig krijgt hij de voorkeur op die positie. Ja, maar omdat Nylon geblesseerd is. Nee, maar als Nylon weer fit is, denk ik dat hij gewoon weer linksback is onder Rutte. Maar Woudenberg zit er wel heel dicht tegenaan. Dat is gebleken nu twee keer achter elkaar. Ik vond wel opmerkelijk dat Matthij gelijk weer zijn basisplaats terug had. Hoewel Van Diermen het goed had gedaan. Ja. Meestal laat Dijkhuis hem dan staan. Maar daarvoor had die Matthij ook echt een fase die het geweldig deed. In de Kuipen was dat natuurlijk het breekpunt dat hij hens maakte en naar af moet. Maar anders had ik zelfs je daar ook punten kunnen pakken. Ja, en Matthij deed het best goed aan de zijde van Fischer. Gaan we naar Groningen tegen FC Dordrecht. Vanmiddag 2-0. En dat was volgens Gerard de Nooijer, de trainer van Dordt, onverdiend. Ja, als je gezien het wedstrijdverloop zeker. Als je kijkt naar de kansen die wij... We hebben zoveel kansen gecreëerd. We hebben nooit zoveel kansen gecreëerd in de uitwedstrijd. De tweede helft van het seizoen. Ja, dan moet je in ieder geval minimaal 1 of 2 scoren. En dat hebben we nagelaten. En doodzonde. Zonde voor de groep. Zonde voor de tennisstaf, eigenlijk voor heel de club. En dat is echt jammer. Met name in de eerste helft, hè? Die kans van Mark Lieder op 0-0, ja, zo'n bal moet erin. Ja, tuurlijk moet hij erin, okay, maar ik denk niet dat hij mensen best mist. Hè? Ik vond dat Lieder goed speelde, goed aanspeelbaar. Alleen ontbreekt één ding, en dat is heel wel belangrijk voor een spits, een goal. En dan zie je in de tweede helft hebben we natuurlijk nog een grote kans gehad. Hè? We gingen natuurlijk met z'n allen in ieder geval met 4-5 spitsen spelen. En dan kwam die kans kwam gewoon. Nou, en die maken we dan net niet, dat is jammer. Want we hadden in de tweede helft hebben we geen enkel probleem meer gehad met Groningen. Het wordt er wel somber op. Nou ja, zo kijk ik niet. Want ik vind dat we gewoon positief moeten blijven. En het spel wat we vandaag gedaan hebben, het voetbal, het druk zetten, de passie en de beleving. Ja, kijk, natuurlijk zijn we tactisch en technisch komen we altijd tekort. Maar wat we nu hebben laten zien, en vorige week ook al, dat gaan we echt doorzetten. En Feyenoord is volgende week aan de beurt. Ja, dat wordt nog dat is mooie moeilijk. Taal trouwens. Feyenoord is volgende week aan de beurt. Ja. 16:45 aan de Kromme Dijk. Wat zeg je? Wordt het nog lastig voor Feyenoord? Door het uit? Ja, nee, niet als je vanaf het begin een hoog tempo speelt. Balletje loopt dus kunstgras. Hè? Ja. Dus die bal loopt snel. En dat, ja, maar vindt Feyenoord ook algemeen niet fijn? Nee, ja. Ik weet dat het maar... In principe hebben ze zoveel meer kwaliteit. Het mag geen probleem zijn. Hoewel andere clubs daar toch ook heel veel problemen hebben gehad. Maar ik geloof niet dat Feyenoord problemen er heeft. Deze wedstrijd werd in Groningen gespeeld. Vanmiddag om 12:30. En voorzitter Ad Huisman, directeur Ad Huisman, had daarvan gezegd... Nou, ik snap niet wat daar nou leuk aan is. Ja, maar dat tekent ook volgens mij de reden van zijn vertrekken. Als je dit minder leuk vindt... Maar dan dat kan die toch niet menen, Jan Dirk. Wat bedoel je? Nou, dat het leuker is om op vrijdagavond om 7 uur in Emmen te spelen. Nee, maar ik snap er helemaal niks van. Nee. Als je dit minder leuk vindt dan op vrijdagavond naar Emmen, naar de Meerdijk in Emmen... Ja, maar ik heb Ad Huisman al maar een paar maanden in de Eredivisie gesproken. Zei hij ook al, ik mis die vrijdagavond. Blijkbaar vond de man het gepruts in de marge leuker dan spelen op het hoogste niveau. En 90 uur werken in de week, dat is gewoon te veel. Ja, voor hem wel dan. Ja, het wel een man die echt verdiensten heeft gehad. Hè, maar ja, hij is er gewoon klaar mee. Met Gerard de Nooijer ineens weinig wijziging in de opstelling. Waar hij onder Annie Brands nog elke week verwisselde. Is dat toch beter als je in de hoek zit waar de klappen vallen? Ja, kijk, constant wisselen is niet goed, niet voor vertrouwen. Maar ook die vastigheden erin te krijgen. Je kan beter gewoon met een bepaalde basis spelen. En dan kan je misschien één keer wisselen, maar niet te veel. Dat is voor niemand goed. En ik moet eerlijk zeggen, met dat Dordrecht, ze zijn nog steeds niet gedegradeerd. Hè? En dat is toch knap na zoveel wedstrijden. Want wij dachten met de kerst. Ja. Die kunnen met de kerst al de Jupiler League seizoenkaarten gaan verkopen. Maar dat vind ik toch knap, hoor. Michael de Leeuw was er niet bij Groningen vanmiddag. Joop van Dalen zei hier op deze plek... dat is nou een speler voor Feyenoord. Wie? Michael de Leeuw van Groningen. Ja. Nee? Heb ik ooit toen... wilde ik hem bij Sparta hebben, zat hij er bij Veendam. Vond ik het wel een goede spits voor het niveau Sparta. Maar ja, tegenwoordig iedereen die in kom maakt... moet maar in de Kuip in de spits gaan spelen. Weet je wel zo. Dat is natuurlijk ook een beetje onzin. Dan loopt er bij Os ook en die schiet ze erin. En bij Den Bosch ook. Moeten die allemaal spits worden? He, dat, Joop, die hebben we misschien wat vaker gezien, hoewel ik dat betwijfel, maar dat is geen speler voor Feyenoord. Over Sparta gesproken, dat speelde bij RKC afgelopen zaterdag. Het werd 2-1 voor RKC en gaat de trainer Alex Pastoor zo langzamerhand. Ik zie Jan al zijn hoofd schudden, zorgen baren. Ja, dit bezorgt mij wel grijze haren, want... ik ben niet iemand die nu gaat wijzen naar de mensen die er niet waren. Dat vind ik niet fair ten opzichte van degenen die er nu waren. Die hebben voor de rest keihard gewerkt. Die hebben er energie in gestoken.
Maar die hebben aanvallend wat dat betreft niet goed genoeg gevoetbald, niet creatief genoeg gevoetbald. Dat kwam pas in de slotfase. En verdedigend hebben we eigenlijk heel weinig weggegeven. Maar datgene wat we weggegeven hebben, dat vind ik al te veel. Dus natuurlijk krijg ik daar grijze haren van. Ik heb wel eens gezegd van als voetballer is een jongensdroom uitgekomen als je van RKC naar Feyenoord gaat. De transfer maakt als Feyenoorder zijn. Maar als je dan op deze manier ook die wedstrijd wint, ja, dat kun je ook een jongensdroom noemen. Hij staat te glimmen, hè? Peter van den Berg. Ja, maar dat is toch logisch. Hij moet bij Sparta weg. Weet je, een beetje vreemd allemaal met John de Wolf. Weet je, wat denk je? Ja, die deed je toch prima. Nou, we zetten de trainer boven klaar. Maar moeten allebei weg. Ja, als je dan speelt tegen de club waar je weg moet en je wint. Ja, en dan, kijk, van Sparta winnen is op zich niet zo heel bijzonder, maar wel met de club die onderaan staat. Ja, die stijf onderaan en dan winnen ze. Nou ja, ik denk dat hij gisteravond 4 uur Polonaise heb gelopen. Morgen meer, Peter van den Berg in Sportclub Rijnmond. Sparta verliest daar niet alleen 3 punten, maar ook een heel klein beetje aan perspectief op überhaupt meedoen aan de nacompetitie. Ja, niet een klein beetje. De eerste 4 ploegen op de ranglijst na kampioen NEC die geen periodetitel hebben gewonnen, mogen meedoen aan die play-offs. Tot nu toe hebben Almere, OS en NEC die periodes gewonnen. Die van NEC gaat naar de nummer 2, dat is nu Eindhoven. Dat betekent dat de nummers 3, 4, 5 en 6 en 6 is OS mee mogen doen. Ja, OS heeft hem al, dus mag ook de nummer 7 de Graafschap nu meedoen. Dus je moet hopen dat niet een ploeg die boven Sparta staat, ja, de 4e periode pakt. En je moet zelf absoluut naar boven. Want je staat nu 9e en kan na morgenavond zomaar 10e staan. Nou, meer Sparta gisteravond Thijssen en Voskamp en Thomas Verhaar, die vandaag jarig is overigens. Dat is dan weer een beetje te veel van het goede. Ja, of liggen daar niet aan? Voskamp speelde in het begin ook niet, hè? Nee. Zat hij op de bank. Dus ja, dan wordt het, als hij niet speelt, ineens gemist. Ik vind dat zo'n jongen altijd moet spelen, maar dat is mijn mening. Nou, 4 nederlagen op rij is toch geen toeval, jongens? Wat zeg je? 4 nederlagen op rij is toch geen toeval? Nee, ja. Toen deed ze denk ik wel mee. Kijk, Verhaar vind ik wel een goede speler. Dat is een creatieve speler, weet je wel. Die past zich moeiteloos aan het niveau van Sparta. En dat zegt misschien ook al genoeg, hè, als je jarenlang in de amateurs speelt. Maar het zegt ook iets over zijn kwaliteiten. Ja, Thijssen ken ik niet genoeg. Ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik zie Sparta bijna nooit spelen. Ja, wanneer zie je ze, weet je wel? Dinsdagavond op TV Rijnmond zie je de samenvatting. Als je dan even kijkt, hebben we het de volgende keer Verder ja, over. Ik zit wel eens op Jupiler League samenvatten te kijken, maar dan haak ik meestal een 10 minuten al af. Weet je wel? Wiljan Vloed was vandaag bij Feyenoord NAC. Toen dachten wij... Ja, zou die niet dan technisch directeur in Breda worden? Dat is misschien wel een optie. Vloed is Brabander. Zeker. En misschien dat hij in die rol in Breda aan de slag kan. FC Dordrecht in categorie 1 geplaatst van de KNVB. Dat betekent dat je financieel een soort van onder curatele staat, plat gezegd. En nou is er een trend dat je dan als verantwoordelijke bij zo'n club zegt... Ja, maar er is eigenlijk niks aan de hand. Het is een beetje een boekhoudkundige ongelukkigheid. Ja, dat heeft Munsterman geprobeerd bij Twente. Ja. Daar is ook een soap, want die zou vandaag opstappen. Nu is hij toch weer niet opgestapt. Maakt hij de rit voor, maar die heeft eerst gezegd... Ja, bij Twente is helemaal niet zoveel aan de hand. Ook andere voorzitters hebben dat in het verleden gedaan. En nu heeft Heisman hetzelfde gedaan. Maar hij wordt niet voor niets in die categorie geplaatst, lijkt mij. Dus heel benieuwd hoe het afloopt. 9 van de 38 clubs in het betaalde voetbal zitten maar in een gezonde categorie. Dat is toch echt zorgwekkend? Ja, maar dat heeft heel veel met opportunisme maken. Kijk, als je kijkt bij Zwolle, zit ook in de problemen. En dat gaat dan een beetje de richting van Twente uit. Er is altijd binnen de marges van de begroting gewerkt, maar dan promoveer je niet. Toen hebben ze veel risico's genomen in de verwachting dat die inkomsten enorm zouden stijgen. Maar dat gebeurde niet, want je stadion is te klein, je hebt te weinig businessboxen, je hebt te weinig grote sponsoren. Want er gaat geen sponsor van 5 miljoen naar Zwolle toe. Dus je komt altijd betere spelers halen, meer salarissen. Dus de uitgavenkant wordt groter dan de inkomenskant. Ja. Nou, ja, en dat gaat dan door als gevolg dat ze nu een probleem hebben. Dat ze ook in categorie 1 zitten. Dat ze een lening bij de gemeente aan moeten vragen. Bij de bank. En dat krijgen ze niet. Dus eerst naar de gemeente en dan naar de bank. Ja. En ik ben bang dat bij heel veel clubs gebeurt. Weet je, het is heel gek. Die mensen kunnen fantastisch boekhouden als ze bij een bank zitten. Zitten ze bij een voetbalclub. Dan hebben ze altijd het idee dat 1-1-4 is of zo. Weet je wel, dat is heel raar. Even nog naar de inkomstenkant van Excelsior. Dat heeft Rick Ruis als commerciële man aan het bestuur toegevoegd. Je hebt hier wel eens eerder van de problemen verteld tussen de businessclub van Excelsior en het bestuur. Is hij de brug?
Ja, daar lijkt het wel. Ik heb vandaag even contact gehad met Erik Verweij, de huidige voorzitter van de Business Club. Ruijs is een succesvolle, goede ondernemer, aardige vent, heb ik pas ontmoet. En hij wordt niet alleen bestuurslid technische of bestuurslid commerciële zaken, maar gaat ook voorzitter van de Business Club worden. Dus dat gat was wat er was. Het conflict tussen Albert de Jong en Erik Verweij, dat is nu wel opgelost. En Leo Ruijs, die zit in het bestuur bij Sparta, die is president-directeur van de ECT geworden. Dan heeft Sparta ook een echte havenbaron binnen. En een topman in je organisatie. Hadden ze trouwens toch al, hè, met een aantal mensen. Het zit erop, jongens. Jan, bedankt dat je er was. Jan Dirk, bedankt dat je er was. Jij was een fantastisch publiek. Ik verwijs je nog naar morgenavond. Sportclub Rijnmond gaat onder andere over Jonky Detti. Dan kan je dus dit shirt winnen. En in datzelfde shirt zie je hem nu tenslotte nog een goal scoren. Bedankt voor het kijken. Dag. Hier komt Stokes en Celtic have 3-on-2 suddenly in the break. Gudetti is left. It comes to John Gudetti. Turns back inside and finds the back of the net. He is the man in form. John Gudetti has done it once again. It's 9 goals in his last 7 matches. A hat-trick in midweek against Partick Thistle. Just look how comfortable he is. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door...